Misschien wel leuk om te vertellen, mijn cameraman die was vandaag 5 minuten te laat. En als ik ergens een kankerhekel heb, dan is het wel mensen die te laat komen. En ik zeg, ja, waarom ben je te laat? Hij zei, ja, het is code oranje. Ik zeg, wat wil je nou, man? Het waait een beetje met je code oranje. Als het al code is, is het code lichtroze. Maar toen maakte hij wel een goed punt. Hij zei, joh, Finn, weten de kijkers eigenlijk wel wat voor risico's jij neemt? Wij nemen om voor hun deze geweldige jeu aan content te brengen. En toen dacht ik, nee, dat weten die bloedlaaiers waarschijnlijk niet. Dus bij deze, wij gaan ons leven wagen zodat jullie kunnen smullen van fantastische content. Ik weet niet of je het al door had, maar wij zijn onderweg naar Breda voor alweer een aflevering van Vincent's Bloed Nederlands. Welkom in Breda, Kutoe. De fontein van Breda. En ik zie jullie denken, wat heeft een komkommer nou met Breda te maken? Nou, Vincent, wat zonde, je gooit zomaar een komkommer in de fontein, maar het maakt niet uit, want het was een Bill Gates Monsanto genetisch gemanipuleerde komkommer. Dus eigenlijk een komkommer van Satan. Wisten jullie dat mensen uit Breda Bredanaren, Bredanariërs of Bredanaars worden genoemd? Denk je aan Breda, dan denk je natuurlijk aan Ankergrote Kerk, Stadspark Kronenburg. Vincent, we zijn nu op het Begijnenhof. Heb jij iets daarover te vertellen? Vragen jullie ook wel eens af waarom Breda de parel van het zuiden wordt genoemd? Ik ook niet. Ken jij wel zo iemand? Vraag of die wat hulp kan gebruiken of meld hem aan van mijn nieuwe programma. Waar de fuck ben jij mee bezig? Nou, we zijn nu in de Grote Kerk en wat deze Grote Kerk zo bijzonder maakt. Hey Finn, heeft het niet iets te maken met de Oranjes of zo? Weet ik veel. Het enige oranje wat mij boeit is het kut daar van Charlotte. Hier ligt dan Nassau. Of 2 Nassau, 1, 2, 3 Nassau. En zoals je ziet, hebben ze geen gezicht meer. En dat is een beetje hier ook. Je zou denken van, god, dat lijkt wel een alien. En dat heb ik nou nog met de Nassau's. Dat je denkt van, god, dat is toch geen gezicht? Fini. Moment van bezinning? Ja, bezinning. Ik bedoel, als je ergens bezinning op mag hebben, dan denk ik dat het feit dat je blij mag zijn dat je niet op de grond ligt met 14 kogels in je hoofd. Wil je nog iets kwijt over de grote en of onze lieve vrouw? Ankergrote Kerk. Ik denk dat alles wel gezegd is. 12 mei 1940. Breda wordt ingenomen door de nazi-Duitsers. De bevolking wordt geëvacueerd, maar al snel keren ze terug om jarenlang gebukt te gaan onder het influenzaad van deze schurken. Deze periode heeft diepe wonden achtergelaten bij de bevolking van Breda. Dit monument, de neukende adelaar, staat symbool voor het innerlijke conflict waar elke zichzelf serieus nemende Bredanaars mee worstelt. Als je Breda echt wil leren kennen, dan moet je natuurlijk gewoon met de Bredanaars praten. Sorry, we moeten door. Mijn vriendinnen wachten. Aan mij liggen, ik weet niet, misschien ligt het aan mijn hoofd. Nee, je moet hier echt. Ja, en als we het dan toch over echte Bredanaars hebben, wat dachten jullie van Chantal van Gastel? Echt wil genieten van al het moois wat Kronenburg Park te bieden heeft. Je bedoelt Valkenburg Park? Wat? Valkenburg Park. Ja, ja. Dan moet je gewoon lekker lopen in je bek houden. Hey Vincent, hoe zit het nou met de parel van het zuiden? De parel van het zuiden? Ik heb geen idee. Ik echt niet weten. Ik ben op zoek naar de parel van het zuiden. Ja, dan moet je verder zoeken. Zou het niet weten? De parel van het zuiden. Mij een beetje in de maling laten nemen en aan het werk te zetten op zoek naar parels. Flikker op, man. Maar beurs dat toen dat ding nog gewoon binnen was. Oh, en nou we toch Breda aan het doen zijn, wat dacht je van Celine Michels? Denk je aan bierborstelbrood? Dan denk je aan Breda. De website van Breda is, pak even pen en papier. www.breda.nl. En in het Begijnhof is het belangrijk dat je respect toont door stil te zijn. Kankerstil. Kijk naar de Begijntjes. En de Begijnen, dat waren een heel apart slag Bredanaars. Want die hadden helemaal geen zin om respect te tonen. En weet je wat er dan met je gebeurt als je geen respect toont? Die worden in een put gekankerd. Echt Breda stoplicht. Die klikken nog als van oudsher
uit de periode van Oranje Nassau. En de Spaanse bezetter. En de Spaanse bezetter. En wat die hier kwamen doen, geen idee, want zoveel van genoten, maar niet te beleven. Oh, en te bezetten? Ja, het Begijnhof, maar daar moet je je bek in houden. Dus als je denkt van ik ga naar Breda, kom naar dit stoplicht. Filmen we en drukken op. Je moet niet zomaar over straat heen gaan rennen als een Mongool. Want dan is de kans dat je wordt aangereden zeer groot. Net als dus dat ze, het is een legende hier, in, over een of ander paard van... Nee, turfschip. Het turfschip. Die kwam hier zomaar binnenstormen en mensen sprongen eruit. Nou, het was niet zomaar, het was van tevoren wel gepland. Het was een gepland turfschip dat kwam hier binnenzeilen en die mensen sprongen eruit van nu gaan we jullie pakken. En dat was het begin van de Spaanse oorlog. Einde? Het einde van de Spaanse oorlog werd met het turfschip ingezet. Nou, was de 80-jarige oorlog. De 80-jarige Spaanse oorlog. En hoor je tikken? Dit is echt Breda's, een echt Breda's tikje. Hier moet je geweest zijn. Aan de prrrr, aan de prrrr, prrrr. Als je dan in Breda bent en je wil echt wat meemaken, dan moet je natuurlijk een worstenbroodje halen. Wat is dat? Dat turfschip. Wat? Turfschip. Turfschip. Dat is heel leuk om te vertellen. Want Breda is ooit ingenomen door de Spanjaarden. En die kwamen op een soort groot schip, wat leek op een paard, kwamen ze naar binnen. Nee, maar dat waren toch de geuzen die binnenkwamen? Nee? Nee, geuzen. Oh, nou, en dat was in ieder geval dat het begin van de 80-jarige oorlog. Nee, dat was het einde. Het einde, het begin, het maakt het misschien geen flikker uit. Er kwamen niet van heen op Spanjaarden naar binnen. Nee, geuzen. Geuzen. En dan zaten ze in Breda, de echte Bredaars zaten er echt in te wachten. Ja, dat is voor mijn uitdaging met het turfschip. Kan ik dat gewoon even opnemen? Om daar even bij stil te staan, want voor heel veel Bredaars heeft deze gebeurtenis diepe wonden achtergelaten in de geschiedenis van Breda. Wat zeg je gevoel? Ja, ik zeg gewoon gevoel. Ja. Nou, heel goed vraag. Je intuïtie. Sowieso, wanneer luistert iemand naar zijn gevoel, weet je wel. De laatste jaren ben ik alleen maar bezig met dat soort werk. En ik denk wel om in het hart te gaan. En dat is echt een rode van mijn verhaal. Dat is dan nu in mijn hoofd. Ja, Breda, dat staat wel heel erg voor. Ja, en kan je jezelf echt serieus nemen als je in Breda bent en je gaat voorbij aan de vier van Breda? Hoi Vincent, ja. Wat heb je geleerd vandaag? Vrij weinig. Hebben wij de list van het turfschip weten te ontrafelen? Nou, de list van het turfschip is dus dat Johan van Aalbrecht. Die kwam hier met een reden. En die wilde de essentie van Breda leren kennen. En die dacht, weet je wat? Ik flikker allemaal slaven in een turfschip. En dat doe ik net alsof ze er niet zijn. En dan klop ik op de deur en dan zegt ze, kom maar binnen met je knecht. En de nazi's, die lieten hem dan binnen in Breda. Ja, en toen waren de nazi's in Breda. En toen zei heel Breda van, nou oké, okay, ja, kom maar dan. En dat is de parel van Breda. Ja. www.breda.nl